Kersen, kersen en nog eens kersen. De bomen bij de Wognumse teler Erik Appelman hangen er vol mee. En aangezien de hoge temperaturen niet goed zijn voor de kwaliteit van de kers, wordt er hard gewerkt. Binnen 1-2 dagen worden deze geplukt. Dit is echt een prachtige tros. Ja, zo hebben ze niet allemaal zo mooi hoor, maar ja, dit zijn echt prachtige mooie kersen. En deze smaken echt lekker mensen. Heerlijk! Nog niet alle kersensoorten zijn rijp en die moeten beschermd worden. Het is heel fijnmazig net. Het is de gaatjes zijn niet groter dan 1 vierkante millimeter. En dat moet ervoor zorgen dat de grootste dreiging van de kers buiten de deur blijft. De Suzuki-vlieg. De Suzuki-vlieg maakt dus kleine gaatjes in een kers. Zodra de kers van groen naar geel wordt, daar legt hij eitjes in. En binnen 3 weken... Kunnen eitjes leggen. Dus als je er eenmaal een aantal in hebt, ja, dan zal je hele kersenoogst vernietigen. Want dan krijg je allemaal kleine wormpjes in je kersen. Een deel van de kersen gaat naar de supermarkt. Maar ook bij de winkel op het terrein van de teler zelf is het druk. Ja, we gaan om 10 uur open, maar om 9:45 stonden al de eerste paar mensen te wachten. Dus dan gaat het hard. En nu neem ik ook een bakje om te eten. En 2 weken terug heb ik gehaald voor de jam. Nou, ik vind het altijd heerlijk hoor.